Ja, het voetbalseizoen is weer begonnen en dus neemt het vrolijk trio Wilfred Gené, Johan Derksen en René van der Gijp weer plaats aan hun stamtafel om de voetbalnieuwtjes door te nemen. Alhoewel, de mannen kennende zal er nog veel meer over tafel gaan. Deze zomer raden de mannen van VI hun lolbroek heel even in voor de zwembroek. Om vanavond weer aan de start te verschijnen voor een heel nieuw seizoen Veronica Inside. Toch? Jij zit hier te wachten, want Wilfred is er nog niet. Ja, maar dat went hoor. Ik zit al jaren op Wilfred te wachten. En dan gaat het rode lampje branden. Dan sta je daar met je grote kop voor een camera. En dan is Wilfred er niet. Ja. Hoe is het met jou? Want je hebt natuurlijk die val gehad van de trap. Ja, mijn arm was op 4 plaatsen gebroken. Daar zit ijzer in, mijn jukbeen, mijn oogkas. En dat is allemaal weer aan elkaar gegroeid. En we hebben zo'n kinderrekje voor de trap gehad. Dus er kan me niks meer gebeuren. Ik kan gewoon weer heel ontspannen 3 keer per nacht pissen. Nou, Johan is er dus klaar voor. En dat terwijl Wilfred het vakantieritme nog niet helemaal kwijt is. En wie bent u? Ik ben 3 minuten te laat. Ja, maar in ieder geval dat heel erg mee. Ja, dat is wat mee toch? Dag Wilfred, hoe is het? Johan! Ja, Johan zat al een tijdje te wachten. Ah, wat gek. En hij zegt, het gebeurt best wel vaak. Ja, dat is een traditie. Maar hoe kan dat nou? Vaak, het is structureel. Ja, structureel. Ja, ik hou gewoon een traditie in stand. Hoe is deze zomer voor jou? Want je komt net terug uit Aruba. Dat is heel goed gegaan. Ja, heb je een vrouw gezien? Nou ja, 3 weken lang natuurlijk. Ja, oké. Okay. Dus nee, en dat kan ook fout gaan natuurlijk. Ja, ja. En dat is ook fout gegaan. Nee, zonder gekheid. Nee, maar je zit dan de hele dag met je vrouw op zijn scheep. Ja, dat is toch juist leuk? Nou nee, iedere ochtend bij ons thuis werd geopend van... Hé, sta ik weer met mijn voet in die pis? Dan ik over de wc geplast. Daar begon het dan mee. Dat gaf de stemming al een beetje aan. Ja. Dan moest je met je benen omhoog voor de stofzuiger. Ja, oh, en ja. Dan word je creatief en dan ga je dingen buiten de deur organiseren. Oh ja? Dat is mij elke dag weg. Met de megatransfer van Frenkie de Jong naar Barcelona en de homevideo's van zijn vriendin Nicky is er vanavond genoeg gesprekstof. Als we het over voetbal hebben, Frenkie de Jong natuurlijk, daar hebben we nu ook veel over. Nou, ik denk dat jullie meer bij het vriendinnetje van Frenkie de Jong Nicky, ja. Zijn. Dat gaat wel uit de hand lopen, want die krijgt een beetje neigentjes, filmsterren neigentjes. Ja, vind je? Ja, maar dat is ook moeilijk voor een meisje uit de provincie die daar in Hollywood terechtkomt. Ja. Stiekem staan de voetbalkenners dus weer te popelen om hun ongezouten mening te geven. Wij zijn totaal verschillend. Ja. In alle opzichten. Ja. En ook met onze hobby's en liefhebberijen en smaak. Maar wij kunnen elkaar een half jaar niet zien. Je zet een camera aan en we lullen een uur voor. Ik vind het wel goed voor jou, die jij zei, omdat hij te laat is, vraag ik Wilfred lekker niks. Hartstikke goed. Ja, toch? Ja. Dank je wel. Laten we het zo houden. Nou, de vakantie heeft ze goed gedaan. Ja, nou Johan, die zat wel flink te irriteren aan wat hij allemaal thuis heeft moeten doorstaan. Maar goed, het zijn de plaaggeesten van tv. Ik heb wel het gevoel dat ze helemaal niet weg zijn geweest. Want je ziet ze komen samen, ze zijn gelijk weer een soort duo. Dat geeft een soort 1-2'tje, het gaat vanzelf. Ja. En Johan Derksen heeft natuurlijk veel over zich heen gehad. Die is de afgelopen tijd behoorlijk in het nieuws geweest. Nog. Ja, door de documentaire van Ellie Lust. Moeten we goed zeggen, aan de verkeerde kant. Vorige week ook aandacht hier aan de desk. En Sydney Smeets, een advocaat, die ook mensen die te maken hebben met homogeweld bijstaan. En die heeft toen gezegd van Jan Dijkgraaf, Jan Roos... maar ook types zoals Johan Derksen die dit soort uitspraken doen over homo's... onder andere bij Veronica Inside, die zetten aan tot homogeweld en ook de homofobie. Nou goed, Johan die heeft daar natuurlijk al wat over gezegd. Maar ik dacht, ja, kijk, Jan Roos en Jan Dijkgraaf zeggen... we doen aangifte tegen Ellie Lust en tegen die documentairemakers. Want wij vinden dat dat niet waar is en niet terecht. Dus ik vroeg ook even aan Johan, wat ga jij doen? Jan Roos en Jan Dijkgraaf, gaan aangifte doen. Wil jij dat ook doen, of niet? Nee, absoluut niet. Nee, waarom niet? Nee, joh, belachelijk. Waarom wel? Ja. Die Ellie Lust die mag toch gewoon haar mening hebben? Ja. Kom op, zeg maar, Jan Roos en Dijkgraaf, die zijn bang dat ze een dag niet in de publiciteit staan. Maar daar wil ik absoluut niet bij horen. Absoluut niet, nee. Maar die ene uitspraak waar iedereen het over heeft, is dat jij zei, kom gewoon uit de kast, het is niet zo moeilijk. Daar blijf je gewoon achter staan, dat vind je ook. Ik had misschien beter kunnen zeggen, dat is niet zo moeilijk, maar... Kom uit de kast. Ja. Kijk maar naar het vrouwenteam. Die doen dat en niemand maakt er een probleem van. Nee. Ja, dit is natuurlijk elke keer de discussie als wij Johan interviewen. Want ik vind het een heel leuk interview altijd met Johan en ook met Wilfred. Maar je merkt ook, hij helpt de homo-emancipatie hier niet mee. Het gaat natuurlijk niet dat helemaal goed gaat. Kijk, ik denk wel, als je hem in een hoekje stopt... En bijvoorbeeld laat zeggen van, wil je sorry zeggen, wil je excuus aanbieden? Dat werkt bij hem niet. Dan gaat hij natuurlijk een stukje extra aan. En ik vind ook dat de uitersten heel erg worden benadrukt de laatste tijd. Er is een heel groot grijs gebied, ook van mensen die ik spreek... die zeggen van, joh, je moet er ook een beetje om kunnen lachen. Het is Johan Derksen, het is niet de minister-president. Maar goed, het kleed
steeds wel een beetje aan dit programma. Ik vind de laatste tijd, het gaat zo... het is gewoon een mening van iemand. En de mening van die Sydney Smeets ook. En hier ook weer een mening. Iedereen gaat zo hard erin altijd. En zo doet er gewoon een beetje. Maar het heeft denk ik ook wel een beetje te maken met het respect. Hij straalt gewoon totaal niet het respect uit. Ik heb mezelf zo vaak geïrriteerd aan zijn uitspraken. En aan de ene kant denk ik, laat het gaan. Maar dan denk ik, je hebt totaal... Het is totaal niet op een respectvolle manier. Als hij het dan zo opnieuw anders uitlegt en anders verwoordt... komt het dan niet beter over? Dan toch, dan denk ik, is het gemeend? Het is een soort damage control. Maar aan de andere kant, jij zei dat ook ooitje vorige week. Van, bij Johan Derksen dus helemaal niet nul het idee... dat hij een hekel heeft aan bevolkingsgroepen. Of dat hij, ik denk gewoon dat het een soort van platte humor is. En die mannen maken grapjes en die maak je normaal in de kroeg. Ik weet het zeker... Ik heb er best wel een goed gevoel over. Deze man is helemaal niet gemeen. Hij heeft helemaal geen homo-haat. Hij wil ook niet dat homo's benadeeld worden in de maatschappij. Zijn dochter was ook bij de Gay Pride geweest. En zegt ook van, maar zo zijn we ook helemaal niet opgevoed op die manier. Dus ik denk dat hij het ook echt wel goed bedoelt. En hij distancieert zich dus ook echt van die aangifte. Ja, die dat gaat hij absoluut niet doen. Maar we hadden het even over Ellie Lust. En dan heeft hij wel allemaal grapjes klaar. Van, dat gaat vanavond ook los, hoor, over Ellie Lust. Dat ze bekeuringen uitdeelt en blaastesten doet op de parkeerplaats. Als je een glaasje wijn met haar drinkt. Het is gewoon Johan Derksen. Ik denk ook, ik ben hier niet om Johan te verdedigen, maar ik vind ook wat Oltje zegt, altijd wel een leuk gesprek met hem. Ook een sympathieke, aardige man. Maar dat is ook niet, want ik heb hem geïnterviewd voor Boulevard. Ja, ik mag jou niet. Meteen in zijn zin. Dan denk ik, fijn. Weet in ieder geval wat ik aan jou heb. Jij mag mij niet. Dat vind ik prima. Hij vindt ook in een hoedje lopen janken daarom. Nee. Ik mag ook niet iedereen. Nee. Hij vindt RTL Boulevard ons programma ook vreselijk. Want wij knippen overal in. We hebben een heel relaas nu ook over Ellie Lust eruit gehaald. Maar dat gaat gewoon niet. Maar dat neem ik ook met een korreltje zout. Dat denk ik wel. Ja. We hebben het geknipt om ook een beetje iets te bewaren voor vanavond voor VI. Zeker. Maar heel even, ze zitten daar bij Talpa en ze zitten eigenlijk best wel goed, of niet? Ja, vanavond gaat het tweede seizoen beginnen om 20:30 bij Veronica. En eigenlijk zijn zij het programma wat de kijkservice heeft behouden, wat ze bij RTL ook hadden. En we stonden daar bij de receptie van Talpa in Hilversum. En er liepen allemaal mensen voorbij, niemand spreekt ze aan. Dus ik zei, hebben jullie eigenlijk wel contact met jullie collega's? Nou, dit zeiden ze. Wij missen de RTL-sterren wel een klein beetje. Ja, is dat zo? Carlo Boshart, de wereldgroot. Carlo was een hele leuke collega, maar die zat bij ons op de gang. Dus die kwamen we dan nog wel. Zaten we wel eens tegen. En de collega's van Talpa, hebben jullie contact daarmee? Met Gordon, met Jan Versteeg? Nee, alsjeblieft niet. Oh, waarom niet? Nou, ik heb niks met die mensen. Maar jij hebt niet een appje gestuurd toen Gordon opeens in die kliniek ging zitten? Ja? Dat heb je niet maar Gordon Jan van Steven, zo'n vreselijk jochie. Die vindt zichzelf zo geweldig. Ja, die gaat nu Lingo presenteren. Ja, nog een programma las ik vandaag. Dat, echt waar. Daar ben ik wel jaloers op, zeg. Lois, hij zit te zuchten. Je hebt echt zin meteen. Goed. Misselijk. Vanavond om 20:30. En Café Hendricks en Genee keert ook terug in oktober. Dat wordt waarschijnlijk weer op de zondagavond. En Johan krijgt nog meer leuke collega's erbij. Ja, jij gaat er ook heen. Hij is wel groeten dan. Succes. Veronica, ik word je nieuwe kwelgeest. Start vanavond weer. En dan gaat het over veel meer dan alleen maar voetbal. Zeker weten, dat is duidelijk.